Voor freestyleskier Michiel de Ruiter was vandaag de grote dag aangebroken, want hij moest zich zien te plaatsen bij de beste 12 om zo donderdag de finale te bereiken. Het commentaar krijgt u van John Hanappel. En dan is nu het grote moment voor ons aangebroken, dames en heren. Michiel de Ruiter, 29 jaar uit Bussum. Hij gaat proberen zich te kwalificeren om dus bij die eerste 12 te komen. Zijn sprong, een drievoudige salto, eerst gestrekt, dan gehurkt en dan met schroef. Moeilijkheidsgraad 3,5. Hij heeft vanmorgen 6 sprongen gemaakt. Daarvan waren er 3 goed en 3 niet zo best. Het zal niet meevallen, maar we hopen natuurlijk dat het lukt. En Michiel is er klaar voor. Hij heeft een moeilijk seizoen gehad. In 10e werd hij 9e in december. Raakte toen geblesseerd. Heeft die blessure gekoesterd in die zin dat hij inderdaad toen aan 3 World Cup wedstrijden niet meegedaan heeft. En in Le Relais 3 weken geleden lukte het hem om 7e te worden en zich daarmee dus te kwalificeren voor deze Spelen. Nou, uiterste concentratie. Het gaat om timing en coördinatie. Kom op, Michiel. Nou, die landing is altijd een beetje problematisch voor hem, zeker bij de eerste sprong. Maar ik denk dat hij daar blij mee is, want de laatste sprong die we van hem zagen, er straks in de training, was daar Marcel Loze, de trainer, in beeld. Was niet zo best en we waren een beetje bang en dachten van, nou, die laatste, kijk eens hoe mooi gestrekt die is, daar gehurkt en dan die schroef. Michiel komt uit de trampolinewereld, vandaar dus dat hij zo goed is in de lucht. En alle wedstrijden waar we hem gezien hebben dit jaar, heeft hij die eerste sprong zo geland. En we gaan kijken, het is natuurlijk ontzettend belangrijk hoe hij zich nu kwalificeert en of hij zich kwalificeert. We wachten even op die uitslag. Hij heeft zich dit jaar aangesloten bij de Zwitserse ploeg om goed optimaal te kunnen presteren. En trainde daar met de Zwitserse nationale trainer Michel Rot. Hier wordt hij begeleid door Marcel. En ja, tot nu toe een 6e plaats voor Michiel. En nou, laten we hopen dat het zo verder gaat. En dat die 2e sprong ook zo goed is. Er moet er natuurlijk nog een heel stel komen. En Michiel staat nu klaar voor zijn 2e sprong. Het moet nu absoluut gebeuren. En hij gaat dus doen een drievoudige salto. Eenmaal gestrekt, tweemaal met schroef. Hij staat 16e, het kan nog. En daar gaat hij prima in de lucht. En dan weer die landing. Wat is dat nou toch zonde? En ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er nu toch een hard hoofd in. Of dit hem gaat lukken. Er moeten er natuurlijk nog een heleboel springen, maar dit is gewoon toch eigenlijk niet goed genoeg. We mogen niet vergeten dat Michiel natuurlijk het hele seizoen geblesseerd geweest is en zich zo goed mogelijk geprepareerd heeft voor deze Olympische Spelen. En het is jammer, maar het is natuurlijk niet anders en het zal heel moeilijk worden nu. In de lucht is hij zo vreselijk goed en altijd weer die landing. De hoogste score voor een 2e sprong heeft hij gehaald in Le Relais, toen hij zich dus met die 7e plaats kwalificeerde. Het werd 104,88. En dan zien we nu dat de jury er maar 87,02 voor over heeft. Ja, en dat brengt ons op een totaal van 168,39. En het is bijna onmogelijk om je met zo'n totaal dus te kwalificeren bij die beste 12. Skiën dan. Bij de combinatie voor de vrouwen stond vandaag de slalom op het programma. En na de afdaling en de eerste run van de slalom ging Pernilla Wiberg aan de leiding. U ziet de Zweedse in actie in haar 2e run en het commentaar daarbij is van Evert ten Apel. De slalom van 91. Gouden medaillewinnares op datzelfde onderdeel van 2 jaar terug. Heeft een voorsprong van 16e op Vreni Snyder. Maar nogmaals, die Snyder kan als geen ander tekeer gaan in zo'n 2e run. Die heeft zoveel ervaring. En dat heeft Wiberg nog niet, maar die is wel heel stabiel. Heeft iets van haar voorsprong moeten inleveren.
Heeft nog 46 honderdste over. Schneider ging daar vreselijk tekeer in dat laatste deel. Wieberg die weet dat haar koningin Sylvia hier onder de toeschouwers zit. En die ook de adem zal inhouden. En ook Wieberg skiet goed. Neemt wat veel risico's, maar houdt de goede lijn. Wat houdt ze over? Of houdt ze niks over? Ze houdt 13 honderdste van een seconde over. En het Olympisch goud is voor Pernilla Wieberg uit Norrköping, Zweden. En ze wil het weten. Heja Sverige. De Zwitserse Vreni Schneider werd uiteindelijk tweede en de Sloveense Alenka Dovzan werd derde. De vrouwelijke langloop Lang Lovers verscheen aan de start voor de estafette, de 4x5 kilometer. En dat was vooral een strijd tussen de Noren en de Russen. En dat wist ook Christian Scheen. We gaan wisselen voor Noorwegen. Voorlopig nog aan de leiding Elin Nielsen. Tikt Anita Moen aan, hier staat ze klaar. En dan gaat de allersterkste van de wereld, deze vrouw, Ljubov Egorova, voor Rusland de laatste 5 kilometer in. En dat wordt een hele moeilijke strijd voor Anita Moen. Dit was het verschil bij de laatste wissel, 1 seconde. Dat was bij de tweede wissel nog 7/18 van een seconde. Finland met 51-4 achterstand op Noorwegen. En op de vierde plaats ligt op dit moment Italië, maar daar kan eigenlijk nog geen rol meer van tekening spelen. Ook niet met de sterke inzet van Stefano Bomondo. Die zal in elk geval wat goed maken. En de gouden en de zilveren medaille. Die strijd gaat tussen deze twee landen, Noorwegen en Rusland. Noorwegen of Rusland. Voorlopig gaat Rusland weer aan de leiding. En ligt Noorwegen op de tweede plaats met Anita Moen. En het zou een fantastische prestatie zijn van die Moen als ze deze vrouw zou kunnen bijsloffen. Ljubov Egorova, de sterkste langloopster ter wereld. Een vrouw die al de gouden medaille wist te halen bij de achtervolging. Genoegen moest nemen bij zilver op de 15 kilometer vrije techniek. Toen was het Manuela Di Cienta die de snelste was, de Italiaanse. En kijk eens in die klim. Dat is het krachtverschil tussen Egorova en Moen. Tempo blijft hoog. En gaat nu gewoon een gat slaan. Hier Italië. En kijk eens naar het verschil. Finland 1.22.5. Italië 1.33. En dat verschil wordt steeds kleiner. Stefano Bomondo gaat op jacht naar de bronzen medaille. En het is Rusland die wel een hele grote voorsprong heeft genomen. Het prachtig plaatje voor de sterkste klimster in het gezelschap. Ljubov Egorova. En wat ging ze weg, zeg, bij die klim. En hier zijn ze. Ja hoor. Vlak bij elkaar. Finland op dit moment op de derde plaats. Met Bomondo gaat er voorbij. Bomondo gaat er voorbij. Nog even bij die passage. Bij de tijdwaarneming. 3 kilometer is het Italië op dit moment. Op de bronzen plaats. Op de derde plaats dus. Wat is die Bomondo sterk? Deze vrouw op weg naar de derde gouden medaille. Ljubov Egorova. Nu wederom Rusland dus. De winnaar bij de estafette. En we gaan kijken hoe de strijd daarachter zit. 30-1/10 is het verschil. Zilver dus voor Noorwegen. En we gaan onmiddellijk kijken naar Italië. En u ziet het dat Ljubov Egorova ook voor deze Italiaanse Stefano Bomondo veel te sterk is geweest. Want Egorova is ook weggegaan bij deze Stefano Bomondo. Maar die heeft er nog van gezorgd dat Italië de bronzen medaille in de wacht gesleept heeft. Prima prestatie dus voor de Italianen ook, dankzij deze Bomondo. Markus Wasmeyer, derde in de eerste omloop. Toen hij zelf verbaasd naar het scorebord keek en zei, mijn tijd, dat kan helemaal niet. Goud op de Super G. Afgeschreven in Duitsland 2 jaar terug. Wasi, ga maar terug naar de skischool. Maar Wasi kwam terug. En hoe? 800ste voorsprong op Thorsen. Het was 700ste. Dus hij heeft die voorsprong een ietsje uitgebreid. De wereldkampioen van 1985 op dit onderdeel. 9 jaar geleden. Een onderdeel wat hij er daarna eigenlijk maar een beetje bij deed. Want hij ging over op de afdaling, waar hij ook succesvol was. Eerder al bewezen de Amerikanen dat als je lekker in je vel zit,
dan gaat het in het verloop van zo'n Olympisch toernooi ook goed. Hoe gaat dat met Wasmeijer? Kijk eens, hij vergroot zijn voorsprong op Thorsen tot bijna 16e. Wasmeijer houdt 2500ste over en staat nu eerste voor Thorsen en Salzkeber. Oerskelin. Over 3 dagen wordt hij 28 jaar. 1 wereldbekerwedstrijd won hij ooit op deze discipline. Maar hij was wel tweede op de wereldkampioenschappen van 91. 100ste was hij in de eerste run sneller dan Wasmeijer. 100ste dus. En nu is hij 2500ste langzamer. Maar Kelin kan zijn race opbouwen. Hij is echt gespecialiseerd op dit onderdeel. Hij smijt zijn skis langs de poortjes. In razende vaart gaat het bergaf. Wat zullen de anderen beneden hem knijpen? Wasmeijer misschien niet zozeer. Maar Thorsen en Salzkeber zal er voor hen ook nog een medaille zijn. Wasmeijer kijkt. 200ste is het verschil tussen Wasmeijer en Kelin. Het is bijna niks. 3700ste sneller dan Marcus Wasmeijer. Hij is een echte specialist, net als Kelin, op deze reuzenslalom. En Oostenrijk heeft nog niets bij het alpine skiën. Zevenendertighonderdste dus, het verschil tussen Meijer en Wasmeijer. En die is hij kwijt. Eenhonderdste was het, het is nu 1/10. En het kan nog altijd voor Christian Meijer. Ook hij kan heel stabiel, heel mooi, heel sierlijk, heel gracieus langs die poortjes skiën. Laatste keer dat Oostenrijk goud won op dit onderdeel was in 1956. Toen was het Tony Seiler. Zij staan te wachten. Wasmeijer en Kelin. Hoe worden de prijzen verdeeld hier in Hafjell, vlakbij Lillehammer? Wordt het Wasmeijer of wordt het Meijer? Het wordt Wasmeijer die weer goud pakt. En Meijer zakt naar de 3e plek. Onwaarschijnlijk, maar waar. De 3 medaillewinnaars van vandaag. 3 skiers uit de traditionele Alpenlanden. Eindelijk dan. Marcus Wasmeijer in het midden wint zijn 2e gouden plak. Oerskelin, rechts van hem, links van u, wint zilver voor Zwitserland. En Christian Meijer, de Oostenrijker, die het goud voor het grijpen had, winnaar van de eerste run, moet uiteindelijk genoegen nemen met het brons. We beginnen met de reuzenslalom bij de dames. Met het weer de Zweedse Penia Wiebeje of het antwoord komt van Eva ten Apel. Eva Twordokens uit Reno. Een specialiste op dit onderdeel. Deed in 85 al mee aan de wereldkampioenschappen. Werd toen 3e. In 91 5e. En bij de vorige spelen eindigde Twordokens als 7e. Ze heeft een voorsprong van 4600ste op Birgit Heep, de Liechtensteinse. Duikt mooi diep langs die poortjes. Zesenveertighonderdste had ze dus op Heep en heeft dat tot 1.45 uitgebreid. En dit wordt de nieuwe lijstaanvoerster van het klassement, Eva Twordokens, met een enorm verschil van 1.68ste op Birgit Heep. Katja Seitzinger. Goud op de afdaling. 21 jaar, geboren in Datteln. Onder de stinkende rook van de vele schoorstenen in het Roergebied. Al heel jong, 2 jaar, met haar ouders op vakantie in de Franse Alpen. En leren skiën. En hoe leren skiën. Won ook nog even de combinatieafdaling. Maar ging onderuit in de combinatieslalom. Had een voorsprong
of heeft eigenlijk een voorsprong nog steeds van een halve seconde op Twordokens. En heeft die voorsprong uitgebreid, dat is verrassend. Seitzinger is geen echte specialiste op de reuzenslalom, hoewel ze drie keer bij de top 10 eindigde. Maar ook door haar naam kunnen we een streep halen. Te veel risico genomen, maar zo hoort dat op zo'n dag waar het gaat om drie plakken. Goud, zilver en brons. Dan Carol Merle. Wilde eigenlijk haar carrière al beëindigen na de vorige Spelen, die voor haar toch een beetje teleurstellend verliepen, ondanks het winnen van een zilveren medaille op de Super G. Maar de Fransen hadden toen gerekend, chauvinistisch als ze zijn, op minimaal één gouden plak voor Carol Merle. Vorig jaar revancheerde ze zich fantastisch bij de wereldkampioenschappen en werd wereldkampioene op dit onderdeel, de reuzenslalom. Ze skiet mooi, sierlijk, gracieus en heeft een voorsprong op Twordokens van 5600ste uit de eerste run. En vergroot die voorsprong tot 6900ste. Twordokens kijkt naar het grote scherm hier onderaan de finish. En daar is de nieuwe nummer 1 van het klassement, Carol Merle. Martina Ertel is weg. Op de afdaling viel ze net buiten de prijzen op de ondankbare vierde plaats. Achter landgenote Seitzinger, achter Picabeau Street en achter Isolde Kostner. 20 pas ook, ook een van de aanstormende talenten. Tweede bij de pre-Olympische wedstrijd vorig jaar hier en derde bij de wereldkampioenschappen. En zeer stabiel. Vier keer een top 10 klassering. Ertel was 2100ste sneller dan Merle in de eerste run. En vergroot die voorsprong tot bijna 19e. En gaat dus serieus voor een plak. Laatste scherpe bochten. En Merle kijkt vertwijfeld naar de superieure Duitse, die maar liefst een voorsprong heeft van 1 seconde 2500ste op Carol Merle. Bijna 10 jaar verschil is er tussen Ertel en Schneider. Een wereld van verschil dus. Ertel die nog maar net komt kijken. Bezig eigenlijk pas aan haar tweede seizoen tussen de vedetten, tussen de grote. En Schneider zit daar al meer dan 10 jaar. Heeft al 2 gouden plakken op zak. Gewonnen in Calgary op de slalom en de reuzenslalom. En kan als geen ander een fabuleuze tweedemans neerzetten. 3 weken terug nog in de Sierra Nevada was ze 11e in de eerste omloop. En won toch nog dankzij een grandioze tweedemans. Voorsprong op Ertel uit de eerste run 500ste. Niets dus. En het is veranderd in een achterstand van 4500ste. Maar Ertel was fantastisch. Wat kan Schneider daar tegenover stellen? Bijna achter op de skis. En moet toegeven, flink toegeven op de Duitse. Compagnoni. Die een behoorlijke voorsprong heeft op Hildegerk. Maar eerst komt nog Anita Wachter. Olympisch kampioene van Calgary op de alpine combinatie. Maar dat is het minst populaire nummer. Dat weet Wachter ook. Die op de openingsdag van deze Spelen 27 jaar werd. Eigenlijk op grote evenementen vaak tweede wordt. Wachter heeft een voorsprong van 1600ste op Martina Ertel, overgehouden uit de eerste omgang. Steile deel waar een camera aan een kabel met Wachter meegaat, zodat u een goed beeld krijgt van de snelheid. 1600ste dus was de voorsprong en is veranderd in een achterstand van 4300ste. Op Wachters race valt weinig af te dingen.
Tweede bij de vorige Olympische Spelen. Tweede bij de wereldkampioenschappen. En waar eindigt ze vandaag? Voorlopig op de derde plaats. Ertel blijft dus 1. Schneider 2. Wachter 3. Hieldekerk. ...18 jaar, misschien ook wel de grootste verrassing van vandaag. Tiende vorig jaar nog bij de wereldkampioenschappen voor de junioren. Maar precies op tijd, precies voor het begin van deze winterspelen in de goede vorm. Won tot verrassing van iedereen de Super G, de laatste wereldbekerwedstrijd... ...voor vertrek naar Lillehammer in de Sierra Nevada. En smijt haar skis werkelijk langs de poortjes. Een van de grootste talenten die Duitsland heeft. Voorsprong die ze had op Ertel was 34-honderdste. En is veranderd in een hele kleine achterstand. Maar Gerk gaat nu foutjes maken. En gaat daar onderuit met een medaille in zicht. En goed onderuit ook. ...97-honderdste is het verschil, dat is heel wat. En er moet wel een wonder gebeuren. Compagnoni moet wel een catastrofale race skiën. Wil zij het goud nog weggeven. De Olympische reuzenslalom. Kan een gouden bladzij worden in een boek wat tot nu toe zwart is. Want goud won ze 2 jaar terug op de Super G. En 1 dag later ging ze onderuit. En voor het oog van een televisiecamera en het gehoor van microfoons gilden ze, schreeuwden ze van de pijn. Want ze scheurde alles in haar linkerknie wat ze maar scheuren kon. 97-honderdste dus het verschil. En ze vergroot haar voorsprong tot 1 seconde 400ste. En de Italianen, de tifosi hier onderaan de finish, schreeuwen hun kelen al schor. Wordt dit Italië's eerste gouden plak bij het alpine skiën tijdens deze Olympische Spelen. Deborah Compagnoni. Een kind van de bergen uit Santa Catarina. Het skiën geleerd van vader Giuseppe. Neemt vreselijk veel risico's. En Ertel kijkt. Wordt het goud of zilver? Het wordt zilver voor Ertel. En goud voor Compagnoni. 1 jaar lang uit koers. Als gevolg van die zware blessure. En haar comeback is met goud omrand. Haar terugkeer is grandioos. Op 11 november van het vorig jaar stond dit trio in dezelfde volgorde ook al op het podium. Toen bij de wereldbekerwedstrijd in Vezona in Zwitserland. Compagnoni, Ertel en Schneider. Vandaag goud, zilver en brons. Toen waren de verschillen kleiner. Vandaag was Compagnoni al haar concurrenten veruit de baas. En Compagnoni neemt de Olympische titel over van Penia Wiebe. Want die viel namelijk in de tweede mars. Vandaar dat we die niet aan u hebben laten zien. Wij gaan door met het freestyle skiën. Vandaag de finales van het springen. Helaas zonder Michiel de Ruiter, want die haalde de kwalificatie niet eens. Maar wij beperken ons nu even tot de vrouwen. We zien de beste 3 en horen Joan Hanappel. En hier is dus weer de 20-jarige Lina Tcherjatsova. De absolute favoriet. Staat dus dit jaar ook eerst in de World Cup. Verleden jaar wereldkampioene, World Cup winnares. En 6 eerste plaatsen en 2 tweede in de 9 World Cup wedstrijden tot nu toe. Daar gaat ze. Gestrekt en 2 maal gehurkt. En gaat dus inderdaad bij de landing met haar rug op de helling. Maar ja, ik ben benieuwd wat dat er gaat kosten. Ja, daar was ze niet blij mee. En de vraag is nu, hoeveel krijgt ze voor het drievoudig springen? Als enige. Daar gaat ze, gestrekt. En dan de volgende 2 salto's gehurkt. En hoeveel wordt er dan afgetrokken voor die landing? En wat blijft er dan over? Hier gaat het dus even mis.
landt misschien ook een beetje op de rechte benen, dus te weinig knie. Waardoor ze die klap niet kan opvangen en dus achterover valt. En een totaal van 166,84. En uiteraard gaat ze aan de leiding, want ze is de eerste in de tweede groep. En nu wordt het spannend. De Zweedse, Marie Lindgren. Goeie sprong. Ja, die presteert goed hier, die Marie Lindgren. Maar ja, ze was tweede bij het wereldkampioenschap verleden jaar. Tiende in de World Cup, dus zij kan wat. En kijk, de koningin die denkt van, daar moet je lef voor hebben. Dat neem ik aan dat ze dat denkt, want dat denken we allemaal. Ze heeft dit jaar... Denk ik dat zij misschien naar een tweede plaats zou kunnen gaan. En inderdaad, achter Lina Tjajatsova. Hilde Lid, vijfde na de eerste sprong. Een thuiswedstrijd. Zesde in Albertville. Uiterste concentratie. Een dubbele schroef. Een dubbele salto met dubbele schroef. En landt hem goed. En moeilijk voor die jury. Oh, wat een vreugde. Ze staat 11e op de World Cup lijst op dit moment. Maar was verleden jaar dus 5e in de World Cup. Ja, nu wordt het spannend. Medaille of geen medaille. 9e met wereldkampioenschap. Schitterend in de lucht. Een uitstekende landing. Het Noorse publiek hier is zo enthousiast. Het is zo leuk. Zo'n feest deze Spelen. En ik denk dat het van alle winterspelen die ik meegemaakt heb, dat dit echt de leukste zijn. En dat komt dus mede zeker door het Noorse volk. Die zo gastvrij zijn en dus die er zo'n geweldig feest van maken. En dat duurt lang. Die jury die heeft het niet makkelijk. En dat is dus een derde plaats op dit moment voor Hilde Lid. En daar staan ze. In het midden Lina Tjajatsova. Links zien we de Zweedse Marie Lindgren. En rechts Hilde Lid uit Noorwegen. En dat zei een bijzonder enthousiaste Joan Hanappel. We gaan het over cross-country hebben. Als u van de week de landenwedstrijd heeft gezien bij de mannen, dan zult u zich ongetwijfeld herinneren hoe prachtig die sport toen was. Fauner, de Italiaan, op het laatste moment ging hij langs Daly en hij won. Vandaag was er bij de vrouwen ook zo'n topnummer, de 30 kilometer individueel. Commentaar bij de beelden krijgt u van Christian Scheen. Het gaat om deze vrouw. En ze is bijzonder snel. En we weten van haar dat ze het kan. Want in Albertville was ze zesde op de vrije techniek op de 30 kilometer. Calgary was ze zesde bij de 20 kilometer. Ik heb u al uitgelegd dat we in Calgary nog 20 kilometer de langste afstand van de dames afwerkten. En dat het daarna in 89 met 10 kilometer verlengd is. Marit Wolt stond samen met Niebroten bij de 12 kilometer passage met een onderling verschil van 7 seconden. Respectievelijk 3 en 4. En het verschil tussen Niebroten en Diebendaal bedroeg daar 17 seconden. Halverwege koers dus. Kirvesniemi
Die tijd wordt niet geklopt door deze Marit Wolt. Kirvis Nimi blijft, denk ik, staan. Achterstand van Kirvis Nimi ten opzichte van Manuele Di Centa, de Italiaanse die aan de leiding gaat, bedraagt 31,17 seconden. En Marit Wolt had een achterstand van, en dat gaan we hier zien, nee hoor, 30 seconden ten opzichte van Di Centa. En Kirvis Nimi dus wel naar de derde plaats. En dat betekent dat Marit Wolt langzaam dichterbij komt. Langzaam dichter naar de Italiaanse toe kruipt. Klassieke stijl, dat is een moeilijke stijl. Een stijl waarin zij zich niet zo heel erg thuis voelt, meer in die vrije stijl. En daarom ook voorlopig nog genoegen moet nemen met hopelijk voor haar die zesde plaats. Vijfde wordt ze vergeleken. En dat redt ze net niet of net wel. Dat hangt erom. Net niet, maar ze blijft voorlopig dus zesde met 43,1. En een achterstand van meer dan een minuut inmiddels. Het was 50 seconden op Manuele Di Centa. 200 meter te gaan voor Diependal bij de passage van de 15 kilometer. En dan moet ze er nog 15. En we zien achter haar Anita Moen. Vierde op de vijfde kilometer klassiek. En die blijven mooi bij elkaar. Dat is ook eigenlijk de tactiek van de Noorse coach. Want de grote favoriete voor dit nummer is Trude Diemendal. En die wordt nu opgejaagd door die Anita Moen. Een soort haas voor Diemendal. Maar in dit geval zit Moen achter haar. En u ziet dat Diemendal nu al een klein gaatje forceert. En dat Moen nu al moeite heeft om het tempo van Diemendal bij te benen. Vijfde voorlopig voor Diemendal. Dat blijft ze dus. En Jegarova blijft dus op de zesde plaats. Orina 1-11-06. En deze Niebroten, vierde halverwege de koers, had een voorsprong ten opzichte van Ordina van een minuut. En dat is nu meer geworden. Want we gaan zien dat bij de passage van de 22,8 kilometer de Noorse nog steeds goed in de race ligt. En dat zij Di Centa, de Italiaanse die aan de leiding gaat naar 15 kilometer, voorlopig nog behoorlijk in de gaten blijft houden en zich nog niet gewonnen geeft. 29 zit daarvoor, dat is Pierre Niklas uit Estland. En Niebroten gaat er overheen. En kijk eens, het was 1 minuut, het wordt nu 1:17:01. Dat betekent dat Niebroten behoorlijk het tempo erin blijft houden. En in dat laatste deel misschien nog kan toe gaan slaan. En Kirvis Nimi, de Finse die voorlopig op de derde plaats staat, zou kunnen bedreigen. Oeh, de bronzen medaillewinnares van Albertville. Met startnummer 41. Die mocht dus 30 seconden eerder starten. En die wordt nu bedreigd door de zeer ervaren Kirvis Nimi. En Kirvis Nimi gaat dus aan de leiding. Velbe op de tweede plaats. Velbe stond zevende samen met Jegarova. En hier is de dame waar het op het ogenblik allemaal om draait. Manuela Di Centa. En die heeft een behoorlijke voorsprong ten opzichte van Maria Lisa Kirvis Nimi. 1:09:17,5. Daarachter zit dus met 29,17 seconden Velbe. 31,5 seconden daarachter weer Niebroten. En Di Centa blijft het tempo erin houden. Passeert hier even en passant nummer 33. En met startnummer 45. Veel later gestart dus dan die 33. Komt hier met een voorsprong van 51,6 Di Centa. Bij de passage van de 22,8 kilometer. En ze heeft nog 7/22 kilometer te gaan. Nou, we zien dat Marit Wolt het niet gehaald heeft om Di Centa van die eerste plaats af te houden. En 24,5 seconden, dat betekent dat ze 6 seconden gewonnen heeft ten opzichte van Di Centa. En dat het in deze laatste etappe, in deze laatste deel, in dit laatste deel van deze race, toch nog heel spannend gaat worden. En dat de aanval van de Nooren op dit moment is ingezet op de Italiaanse Manuela Di Centa. Derde plaats voor Kirvis Nimi, 38 jaar. En daar is ze, met het witte pak. En nog steeds zit het tempo er goed in, ze wordt goed gecoacht. Natuurlijk gunt iedereen haar hier nog een medaille. Ik denk niet dat het een gouden plak gaat worden. Maar als ze brons zou halen, dan zou dat een fantastische prestatie zijn. Dan heeft ze
in haar laatste wedstrijd, haar laatste internationale wedstrijd, voor de tweede keer brons weten te halen. De eerste keer halen ze het al bij de 5 kilometer. En Velbe voorlopig tweede, maar wij weten dat Velbe in het klassement na 22,8 zesde stond. En dat Kirwishnimi voorlopig dus aan de leiding gaat. Maar die wordt gepasseerd door die Chenta. Zij was eerste bij de 22,8. En had een voorsprong ten opzichte van Kirwishnimi. Toen van 35 en 47, 45, 42 seconden. We gaan kijken wat het nu is. 43,7. Dat betekent dat die Chenta nog steeds het tempo er goed inhoudt. Maar nu Marit Wold. Marit Wold, die dus de positie van die Chenta niet in gevaar heeft gebracht. Maar we gaan kijken wat haar voorsprong nu is. 27,3. Dan heeft ze wat verloren. Ze heeft wat verloren ten opzichte van die Chenta. En dat betekent dat die Chenta voorlopig op rozen zit, op goud zit. Dat Marit Wold de tweede plaats nog steeds in beslag genomen heeft. Kirwishnimi. 1:27.11. Dat was de zevende tijd. En Kirwishnimi, een applaus voor haar met 57,16 seconden. Staat zij voorlopig op de eerste plaats. Maar ook zij weet dat dat mogelijk, hopelijk voor haar, een bronzen plaats wordt. Die Chenta. We gaan het nu zien. Kirwishnimi gaat natuurlijk van die eerste plaats af. Want kijk maar eens naar het verschil tussen Kirwishnimi de Finse en Manuela Di Chenta. Hier komt de gouden medaillewinnares op de 30 kilometer. Manuela Di Chenta, die samen met Jegorova de allerbeste was bij deze spelen. Bij deze cross-country voor de dames. Een onvoorstelbaar goed presteren dus voor deze vrouw. Ze won de 15 kilometer vrije stijl. Moest Jegorova voor laten gaan bij de 5 kilometer klassiek. De 10 kilometer was ze langzamer. En ook op de estafette moest de Italianen genoegen nemen met de bronzen plaats. Maar hier dus goud voor Manuela Di Chenta. Dat leidt geen enkele twijfel. Di Chenta in een eindtijd van 1:25.41.6 met een voorsprong van 32 seconden ten opzichte van Kirwishnimi. En dan ben ik heel benieuwd hoe die eindsprint is van Marit Wold. Terwijl hier een uitgeputte Di Chenta ligt. 31 jaar en hier komt Marit Wold aan. Marit Wold, de enige bedreiging nog voor dat goud van Di Chenta. We zagen bij de laatste passage dat het verschil meer dan 20 seconden bedroeg. En dat Marit Wold wat verspeeld had. Maar die wordt natuurlijk gedragen door dat publiek. En we gaan de laatste 200 meter tegemoet voor Marit Wold. Di Chenta 1:25.41. Dat wordt nog knap spannend. Dat wordt best nog spannend. Alhoewel, met nog 200 meter te gaan, zij nooit die 15, 16 seconden goed kan maken. Zilver voor Marit Wold, goud voor Di Chenta. 1:25.41.6 is de gouden tijd van Di Chenta. En die kan nu rustig gaan kijken. Terwijl ze nu nog gespannen de verrichtingen van haar grote concurrenten aanschouwt. Marit Wold komt binnen, niet in het witte pak, maar in het rode pak daarachter. Zij zal de zilveren plaats over gaan nemen van Maria Lisa Kirwishnimi. Daar komt ze aan. Zilver voor Marit Wold in een eindtijd van 1:25.57.8. En voorlopig brons voor Maria Lisa Kirwishnimi. Terwijl hier een hele blije Manuela Di Chenta in elkaar zakt. Die zit kapot. Winnaar dus Manuela Di Chenta. De gouden medaille op de 30 kilometer klassieke stijl. Dat kan ze dus ook. Zilver voor Marit Wold uit Noorwegen. En brons, de derde bronzen medaille voor de vrouw die afscheid gaat nemen na een carrière van 24 jaar. De Finse Maria Lisa Kirwishnimi. En weer wint Italië van Noorwegen. Tot zover de gebeurtenissen van eerder deze dag. We zijn zo bij u terug, maar dan met Short Track. Samenvatting van de winterspelen. Maar nu eerst de ontknoping in het ijshockeytoernooi. In de finale stonden Canada en Zweden tegenover elkaar. Het was 2-2 na drie periodes. In de verlenging werd niet gescoord. En in de shootouts is het 2-2 als Ronald Boot het commentaar weer oppikt. En dan Greg Johnson. Met de vijfde. En wellicht dus beslissende. Greg Johnson
Eerder deze week brak hij een neus doordat hij een puck tegen het hoofd kreeg uit een schot van Brian Savage. Hij mist. En dus is de kans voor Zweden om het te beslissen. En die kans is voor Roger Hansson. Hij moet het afmaken. Johnson met de missen. En Roger Hansson in zijn handen aan zijn stick en aan die van Corey Hirsch ligt de beslissing van het Olympisch ijshockeytoernooi 1994 hier in Lillehammer. Er zijn mensen die niet meer durven te kijken. Ha, Hirsch stopt. Nou ja, dat moet ook wel, want zo'n eenvoudige ontknoping kan je natuurlijk ook weer niet krijgen. Twee tegen twee. Onze informatie is dat de spelers niet voor de tweede keer mogen, maar misschien kunnen wij even meeluisteren. Zweden begint. Hij begint inderdaad met Magnus Svensson. De man die tweede penalty shot raakschoot op Corey Hirsch. Nou, blijkbaar mag je dus wel weer dezelfde namen opgeven, maar Lundbart neemt namen van mensen die gescoord hebben. Hij denkt ermee 7 af te zijn. Svensson op Hirsch. En Svensson mist. Net vet maakte de eerste voor Canada. En dan mag het nu afmaken. Het fluitje klinkt. Net vet voor zijn penalty shot. Pierre Net vet. Net Canadees. En hij mist. Wat een opluchting zeg. Forsberg is de volgende man. Voor de Zweden. Forsberg op Hirsch. En weer. Nee, Hirsch heeft hem niet. Hij zit. Ik dacht even dat hij hem onder zijn handschoen had liggen. Maar Forsberg scoort. Hier gaat hij erin. Korea is de volgende. Hij scoorde de eerste keer. Het fluitje van Hearn. Het gefluit van het voornamelijk Zweedse publiek. En de beslissing? Ja! Zweden wint voor de eerste keer goud op een Olympisch toernooi. Dit is de man die het redt, Tommy Salo, de goalie. Ja, en hier past eigenlijk geen commentaar meer bij. Penalty shots brachten de beslissing.
En er waren er 7 nodig aan beide kanten. Goud voor Zweden. En zilver voor Canada. Ook sportief dus een prachtige afsluiting van deze winterspelen. Met Zweden als winnaar van het laatste goud kunnen we...